Welkom op deze dag. Wij vieren met z'n allen 65 jaar Molukkers hier in Barneveld. En dan gaat het gepaard met een welkomstwoord, een speech. En we hebben één ding mee, dat is zeker waar. Als we allemaal naar buiten kijken, we komen van buiten, dan kunnen we alleen maar zeggen, dit is onze dag. Want de zon schijnt. Als ik naar links kijk, zie ik allemaal lachende dames. Geweldig. Als ik naar rechts kijk, zie ik ook allemaal lachende dames en heren. Ook links natuurlijk, lachende dames en heren. En achter de bar, lieve mensen, ik verzoek u allemaal om plaats te nemen in de zaal. De burgemeester, de wethouder, de voorzitter en de raadslid wordt begeleid door onze dames. Zij hebben een plek, dat is, de plaatsen zijn gereserveerd voor ze. En ik verzoek iedereen die hier staat, ook buiten de mensen die geen taak hebben nu nog, verzoek ik om plaats te nemen binnen, zodat we met z'n allen de dag kunnen openen. Pagi, tante Obi selamat pagi, tante Ado selamat pagi, Usi Tien selamat pagi, tante Eti selamat pagi, Usi Dolly, Gonda, Om Anis, Usi Roos, tante An selamat pagi, Usi selamat pagi, Usi Agus selamat pagi, Domine selamat pagi, tante Elamin selamat pagi, Usi Tien selamat pagi. Usi Sof, slamat pagi. Usi Agus, slamat pagi. En dan denkt iedereen, Miri, je bent langdradig. En dat kan kort. Maar ik wil deze oudjes, onze ouderen, nemen niet kwalijk. Ik wil onze ouderen zeer zeker in het zonnetje zetten. Want zij zijn degene die we nu nog hebben.
in 65 jaar tijd. En dan kunnen wij zeggen, het kan allemaal korter, Mary, maar ze verdienen het om zeer zeker in de aandacht en genoemd te worden. We zijn hartstikke blij dat ze er nog zijn. En meneer de burgemeester, u dank wel dat u hier bent. Meneer de wethouder, raadsleden, iedereen die hier staat, zit. Iedereen, dank je wel dat jullie hier willen zijn. Het is onze dag, lieve mensen. En we hebben de zon mee. En 5 jaar geleden stonden we en zaten we ook hier. En als iedereen even omkijkt, dan zijn er nog meer eerste generatie van ons voorgegaan. Heel jammer. Heel pijnlijk. En iedereen heeft zo zijn en haar herinneringen eraan. De vlucht van daar hier naartoe. De tocht eigenlijk van daar hier naartoe. En voor vandaag, dat is voor iedereen persoonlijk, is het misschien vieren met gemengde gevoelens. Onze ouders, broers en zussen, die ons ook zijn voorgegaan. En iets wat tijdelijk zou zijn, is nu permanent geworden. En als we daarbij stilstaan, dan kan ik op mijn beurt zeggen, wat doet het zeer om hier als tweede generatie te mogen staan en te gedenken wat mijn vader, mijn moeder, de opa en oma van mijn kinderen, de overgrootouders van mijn kleinkinderen, en zo staan we hier allemaal, dat we dit meekrijgen, iets wat tijdelijk zou zijn, permanent is geworden. 65 jaar Molukkers. Daar gaan we niet, dat laten we niet zomaar voorbij gaan. Dus we willen erbij stilstaan. We maken er een feest van. En iedereen wil ik toch vragen om een glimlach tevoorschijn te toveren. Want het is overigens ook nog feest. Ik welkom, Lucie. Ik kijk naar de voorzitter van de stichting, Yvette Babbetje-Peel, en ik nodig de voorzitter uit om het een en ander met ons te delen. Meneer Patiata, gaat u gang. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Chico Patiata en namens het bestuur van Stichting Patiata heet ik u van harte welkom op deze bijzondere dag. Burgemeester Van Dijk, wethouder Van Engel, raadsleden, ook predikant dominee Gjulu. Fijn dat u de tijd heeft willen nemen om hier aanwezig te zijn. Maar in het bijzonder heet ik onze ouderen van de eerste generatie welkom. De eerste generatie die 65 jaar geleden de overtocht hebben gemaakt als knielmilitair of als echtgenoten van een knielmilitair. Het is fijn om te zien hoe we in grote getalen bijeen zijn om de aankomst van de Molukse gemeenschap in Barneveld 65 jaar geleden te herdenken. Dit is de dag om daarbij stil te staan en te herdenken wat onze opa's, oma's, vaders en moeders hebben meegemaakt. 65 jaar geleden maakte mijn opa en oma samen met duizenden militairen en hun gezinnen de oversteek naar Nederland, voor wat een tijdelijk verblijf zou zijn. Althans, dat werd hun beloofd. Via diverse plaatsen kwamen zij uiteindelijk
terecht in het woonkamp in de Biezen. In de Biezen zijn mijn vader en zijn 9 broers en zussen geboren. En in 1974 zijn mijn opa en oma met hun grote gezin overgeplaatst van de Biezen naar Barneveld. En nog steeds gingen zij ervan uit dat het een tijdelijk verblijf zou zijn. Mijn opa, mijn oma voerden hun kinderen, 9 kinderen op aan de Klumpenstraat in Barneveld. En mijn opa was een hardwerkende man die ervoor zorgde dat zijn kinderen niet tekort kwamen. En mijn oma was zijn steun en toeverlaat. Het leven was zwaar voor hun als knielmilitair meegenomen naar Nederland. Maar hun geloof in God, de Heer, gaf hen de kracht en het vertrouwen om hun leven hier in Nederland, hier in Barneveld, op te bouwen. Maar hier eenmaal aangekomen, kregen ze horen dat ze waren ontslagen uit het leven en moesten ze zelf hun weg proberen te vinden. Vertrouwen om hun leven hier in Nederland, hier in Barneveld, op te bouwen. Mijn opa en oma die hadden een hechte band met de Molukse gemeenschap en zetten zich ook in de Molukse kerk. Helaas zijn mijn opa en oma er niet meer. Maar mijn vader en moeder hebben het stokje van hun overgenomen en zijn nog steeds erg betrokken bij de Molukse gemeenschap en de Molukse kerk. Zij wonen nu in Rumah Maluku en ik zie dat ze het erg naar hun zin hebben met de bewoners. En toen kwamen mijn zus en ik geboren en getogen in Barneveld, de zogenaamde derde generatie. Ik kan wel zeggen dat ik een echte Molukse Barnevelder ben en voel me zowel betrokken bij de Molukse gemeenschap als ook bij de Barneveldse gemeenschap. En ik vind het belangrijk dat ik als trotse Molukker niet alleen mezelf als individu wil. Niet alleen als mezelf als individu, maar ook als mezelf als Molukker zo goed mogelijk wil ontwikkelen en op diverse manieren een steentje probeer bij te dragen in onze samenleving. Daarom heb ik gekozen om mij in te zetten voor onze Molukse Stichting. Onze Molukse Stichting, dit gebouw staat voor mij symbool voor alles waar onze opa's en oma's voor gewerkt hebben. Dit gebouw, wat in 1993 is opgericht, betekende toentertijd een stukje erkenning. Erkenning voor onze eerste generatie. Erkenning voor hun inzet voor de Nederlandse driekleur. En natuurlijk zijn onze opa's en oma's onder valse beloften naar Nederland gebracht en hebben van velen van hen afscheid moeten nemen, zonder dat zij de beloofde vrije republiek hebben zien opbouwen. Of terug hebben kunnen gaan naar hun geboorteland. In de afgelopen jaren is er heel veel gebeurd. Er is gestreden, er is om aandacht gevraagd, zowel op positieve als op negatieve manier. Hoe zeggen we, minder positieve manier. Maar naast dit alles hebben onze opa's, oma's en ouders heel hard gewerkt. Heel hard gewerkt om een bestaan op te bouwen. Samen met hun kinderen en met hun kleinkinderen. 65 jaar later leven we hier als Molukse groep, inmiddels al met 5 generaties en alhoewel ons leven er anders uitziet dan het voor onze ouderen was bedoeld, blijven we als jongere generatie, als trotse Molukkers, trots op onze eerste generatie. Voor de paden die zij voor ons hebben geëffend. Daarom is het voor mij als persoon van belang om onze Molukse identiteit binnen de Barneveldse gemeenschap vast te houden en mijn steentje bij te dragen binnen de Molukse Stichting om de herinneringen vast te houden aan onze geschiedenis. Zodat wij als jongere Molukse generatie, maar ook u als gemeentebestuur Barneveld niet zult vergeten hoe de weg van Nederlands-Indië tot aan Barneveld of andere gemeentes binnen Nederland door onze militairen en hun gezinnen in meer dan 65 jaar is afgelegd. Dames en heren, ik wens u allen
een mooie en respectvolle herdenking doen. En dankjewel nogmaals voor uw aanwezigheid. En we gaan er een hele mooie dag van maken. Dankjewel. Nu wordt mij ingefluisterd om in het kort te vertalen omdat wij onze ouders van de eerste generatie in ons midden hebben. Het is een lang verhaal, meneer de voorzitter. Heel interessant. En ik probeer mijn best te doen om het te vertalen. Ibu-ibu dan bapa-bapa, saya ditanya untuk apa yang Chico tadi ketua stichting cerita. Salinkan dengan bahasa Melayu. Aku minta dari ibu-ibu dan bapa-bapa, kalau mungkin kalau dia salinkan dengan bahasa Melayu, akan sih cocok betul-betul, tapi miring coba. Chico punya Tete dan Nini datang ke sini sama-sama dengan Kenil, orang Kenil, bapak-bapak Kenil, dengan bapak-bapak Kenil punya ini dan anak-anak sampai di Tanah Belanda sini. Chico, Tuan Patriata ada bilang dari rumah tangga Patiata, sekarang sudah ada lima generasi orang tua-tua yang dari generasi yang pertama dong kerja banting diri untuk cari hidup di tanah Belanda sini. 65 tahun sekarang tuh so di sini, dan kalau dia ketua semua cari ketua pun jalan-jalan sendiri. Generasi nomor 2, 3, 4 sekarang tuh lihat di belakang juga dengan di sebelah sana. 5 nanti akan datang. Kalau banding akan dengan 65 tahun lalu, ketum pun jalan-jalan sudah lain. Berbeda dengan ketum punya orang tua, berbeda dengan ketum punya tete dan nenek. Ketua bilang saking itu akan di dong bilang Belanda bilang overdraft dari generasi ke generasi. Ketua harus mau kerja untuk bangsa, lantas kerja untuk bangsa itu berarti selaku ketua dari stichting. Lantas ketua bilang ketua semua ini hari merayakan 65 tahun bangsa Maluku di kota Barneveld, dan Tuan Patiata bilang semua punya selamat merayakan hari ini. Terima kasih. Ik verzoek de dominee om met ons samen de dag te openen, voorgaan in het gebed. Orang tua, bisusi, bumbung, nyum-nyum, yudaro dan mengare, anak-anak cucu Maluku yang berbahagia. Sebelum kita mau masuk di dalam doa, pertama-tama atas nama Gereja Injili Maluku, Jemaat di Barneveld, atau mau bilang untuk semua anak-anak cucu Maluku di kota Barneveld, punya selamat. Selamat bersuka cita, selamat berbahagia, dan selamat merayakan hari ulang tahun yang ke-65, membangun kehidupan di Barneveld. Jadi Barneveld sudah menjadi tanah air kedua dari ketoran. Tanah air yang pertama ada di Maluku. Ibu punya rumah tua yang ada di Barneveld, tapi ibu punya rumah tua ada di Maluku. Tapi tanah air yang pertama di Maluku, tanah air yang kedua di Barneveld. Kehidupan Audrey, brothers and sisters,
meneer de burgemeester, wethouder en raadsleden en geachte aanwezigen. Voordat ik in gebed ga, wil ik eerst namens Molukse Evangelische Kerk, gemeente Barneveld, u allen feliciteren. Feliciteren met 65 jaar bestaan van onze levensloop als Molukse gemeenschap hier in Barneveld. In het gebed gaan we God danken voor zijn zorg en zegeningen. Zegeningen die hij aan ons als Molukse gemeenschap heeft gegeven in onze bijzonder levensgeschiedenis. En op deze viering mogen wij inzicht hebben om de samenleving op te bouwen. Volgens onze cultuur, elkaar helpen, elkaar steunen, elkaar dragen. Alle rassa, witte rassa. Wat u voelt, voelt ik ook in Gods liefde. In deze multiculturele maatschappij. Daarna vragen wij Gods aanwezigheid voor alle activiteiten voor deze dag. Ik zal met in onze eigen taal bidden, zodat het uit mijn oprecht hart komt en met vol overgave aan God. Mag ik dan verdoen. Kami memanggil namamu, ya Allah, ya Abba. Sebagaimana Allah yang dikenal oleh leluhur kami sebagai Upu Lanite Loto Surgawi. Untuk hadir di tengah-tengah kebersamaan dan persekutuan kami. Sebagai anak-anak cucu bangsa Maluku yang ada di kota Barneveld pada khususnya dan di seluruh tanah Belanda ini. Dengan penuh sukacita, tahun berganti tahun, melewati satu perjalanan sejarah yang panjang dan penuh dengan kepedihan. Ketika orang-orang tua kekasih generasi pertama berada dalam satu situasi konspirasi politik di antara pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah Indonesia yang membuat mereka untuk susah mengambil satu keputusan. Mau tinggal di Indonesia tidak bisa karena mereka dipandang sebagai pengkhianat bangsa. Mau pulang ke tanah Maluku tidak bisa karena persoalan gejolak politik RMS sudah terjadi di Maluku. Mereka tidak mendapatkan segala satu kesempatan untuk meneruskan kehidupan. Mereka dilihat sebagai pengkhianat-pengkhianat yang berjuang untuk kepentingan bangsa lain. Tetapi Bapak, Engkau memperhatikan. Engkau tahu maksud dan tujuan hidup daripada generasi orang-orang tua kami. Dengan demikian, melalui pemerintah dunia ini, Engkau menyatakan kuasamu supaya pemerintah Hindia Belanda bertanggung jawab terhadap orang-orang tua kami yang berstatus sebagai genius militer. Sehingga dengan demikian ada keputusan untuk mereka dibawa beberapa bulan lamanya, kira-kira 6 bulan sesuai dengan janji, untuk menanti waktu ketenangan, perdamaian di Indonesia dan di Maluku. Tetapi kenyataan itu berubah. Direncanakan 6 bulan datang di negeri Belanda, tetapi sudah 65 tahun. Menjadi pertanyaan, apa maksud semua daripada ini? Dalam satu pernyataan iman sebagai anak-anak Maluku yang percaya kepadamu, yang diwarisi oleh generasi orang-orang tua kami, kami yakin Tuhan Allah punya maksud dengan kami. Dengan segala berkat, dengan segala kemungkinan, dengan segala kesempatan yang kami dapat. Walaupun dalam satu peristiwa sejarah yang berjalan panjang. Tetapi hidup kami saat ini, generasi kedua, generasi ketiga, dan seterusnya, bisa hidup dengan senang, bisa hidup dengan sukacita, bisa hidup dengan bebas.
menikmati segala yang Tuhan Allah berikan. Dan dengan demikian, kami bisa menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Dan untuk semuanya itu saat ini, dalam rangka mensyukuri 65 tahun anak-anak Maluku yang membangun hidup di kota Barneveld dan di tanah Belanda secara umum, kami bilang syukur-syukur kepadamu Bapa, oleh karena berkat perlindungan penyertaan kuasamu sebagai penjaga yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Engkau menyatakan kuasamu dalam tiang awan dan tiang api untuk menuntun kehidupan anak-anak bangsa ini. Sebagaimana janji penyertaanmu yang terjadi bagi bangsa Israel. Dan dengan demikian, kiranya di hari ini semua kami bersuka cita. Orang-orang tua kami yang menjadi bukti sejarah, menjadi contoh bagi generasi anak-anak Maluku seterusnya. Ya Allah Bapa, hari ini kiranya menjadi hari yang penuh sukacita dan bahagia bagi kami. Dan bukan hanya kami berkumpul, tetapi kami membangun pandangan ke masa depan. Bagaimana membangun hidup, layang bantu layang, layang sayang layang, layang tolong layang, dalam perkembangan masyarakat multikultural di mana kami hidup. Supaya identitas diri kami sebagai anak-anak Maluku yang beriman, yang punya adat istiadat untuk membangun hidup ini, senantiasa dapat diangkat, senantiasa dapat dipegang. Dengan demikian Bapa, kiranya hari ini membawa berkat bagi kami semua. Acara sebentar dari pagi ini sampai malam nanti, kami mohon kehadiran-Mu Bapa, penyertaan-Mu, supaya semuanya bisa berlangsung dalam cinta kasih sayang Tuhan. Dalam hubungan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah di tanah Belanda, kami ingin di Barneveld dengan segala kemungkinan dan kesempatan, Bapa mau membuka peluang supaya suara daripada anak-anak Maluku bisa didengar dan mereka bisa melihat apa yang baik di dalam memberikan kemungkinan dan kesempatan bagi kesejahteraan hidup kami sebagai anak-anak Maluku yang menjadi bagian daripada persekutuan masyarakat di Barneveld secara umum. Terima kasih Bapa, di dalam namamu Allah Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mempertaruhkan seluruh perayaan syukur 65 tahun bangsa Maluku dan kota Barneveld di dalam kuasa Allah Bapa. Terpujilah namamu ya Bapa, dari kekal sampai selama-lamanya. Amin. We zijn zo ver gekomen dat het officiële gedeelte zich verder buiten gaat afspelen. We gaan onder begeleiding met de Tifa's worden de gasten hier binnen naar buiten begeleid. En dan kijk ik ook nog even naar Laura Lopatti. Als ik wat vergeet, dan is Laura mijn backup voor vandaag. Hartstikke fijn, Laura. De TIFA-groep gaat zich in ieder geval staat al klaar om de eerste generatie en alle andere gasten naar buiten te begeleiden. U wordt allen verzocht. En dan kijk ik ook naar de derde, vierde generaties achter in de zaal. We hebben onze moeders, onze vaders hebben hier in de zaal. Als ze op dit moment begeleiding nodig hebben om naar buiten te gaan, dan vraag ik jullie om onze ouders mee te nemen en niet te wachten. Als er geen mantelzorgers aanwezig zijn, of ze zijn er op dit moment nog niet, dan is het jullie taak om de ouders naar buiten te begeleiden. Voor ieder die hier dan zit, ik geef volgens mij, ja, ik kijk naar achter. Ik verzoek u allemaal te begeven naar buiten. Ik wil u naar Baba Baba, die niet kan ik horen naar het Jalantroosting-programma. Hier in Tanja, ik hoor maar ontoe aanbeel Bahagian, die loor. Ketong Kasinai. Vlag, bendera, minta maaf.
Tungkasi naik bendera. Di situ kor menyanyi Hina Masawaya. Dan selanjutnya